for him. No true life is to advance for him. This is him. Ruben Koet, the White Specialist. Hey lieve vriendjes, welkom alweer bij een nieuwe video hier op Extreme Rides. We staan vandaag voor een heel nat Hellendoorn, het regen pijpen stelen. En dat zal voorlopig de komende uur ook wel zo blijven, jammer. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan hier gewoon naar binnen, want ze hebben natuurlijk de Tornado helemaal vernieuwd. En die gaan we vandaag reviewen. Dat doe ik weer niet alleen deze keer. Zijn we weer! Inderdaad, Demi en Patty gaan dit keer ook even mee. Gezellig! Yes. En we gaan gezamenlijk lekker Hellendoorn vandaag bezoeken. Zin in, joh, lang geleden. Miss X is er vandaag ook bij. Maar zij is een beetje camera schuw, maar af en toe zie je haar wel voorbij komen. Maar even rustig in te komen vandaag, hè? Ik zie Pet haar lieveling al varen. De boomstammetjes, wildwaterbaan. Pet is heel erg van de wildwaterbanen, maar ik van de achtbaan en de thrillrides. Dus dat komt wel goed vandaag. Miss X duikt overal mee in. Voor haar is namelijk niks te gek, maar die kan helaas niet in de vlog vandaag. Dan gaan we op avontuur, hè, hier in Hellendoorn. We hebben nou een beetje gezien wat er allemaal is. We gaan plezier maken. Uitstappen maar. Niet alleen de achtbaan is opgeknapt afgelopen winter, maar ook de oldtimers is helemaal vernieuwd. En aangezien het nog steeds regent en in de oldtimers je lekker droog zit, rijd ik met jullie even een rondje met die oldtimers. Lekker knussen! Ja. Nou, het is helemaal vernieuwd. De dames zijn hier voor de eerste keer, maar het zag er vroeger heel anders uit, maar ze hebben het leuk gedaan. Nieuwe figuurtjes langs de baan. Kijk, er zijn de koetjes. Op McDonald's have a farm. Ja, ja, ho. Vroeger had je hier natuurlijk de Gold Rush, maar dat is verwijderd. Yo mensen, we beginnen even lekker rustig aan. Ik ben even met David het schoolbootje ingedoken. Patty die wilde niet mee, want dan zijn ze misselijk geworden. Maar die krijgen we zo meteen wel. Dat komt goed. Ja, want ik moet ook nog mee de achtbaan dadelijk in. Dat komt heel goed. Dus we gaan eerst even lekker schommelen. Oh, het wiebelt en het kriebelt. Het is het galjoen hier in Hellendoorn. Wat een avontuur. Hier in het avonturenpark. Ik kan zo die reclames inspreken van het park hier. En wat zeggen we dan? Lekker hoor! Ja, Patty, dit is lekker. En dat was hem helaas alweer. We gaan alweer remmen. Maar dat maakt helemaal niks uit, want dan kunnen we even snel door naar de achtbaan. Want daar komen we uiteindelijk voor. En in 2021, dames en heren, zijn er nog meer draken in het park aangekomen. Balagos. Is de nieuwste aanwinst van Hellendoorn. Tenminste aanwinst, het is natuurlijk wel een aanwinst, maar niet in de zin als een nieuwe attractie, als een zin in een nieuwe attractie helemaal opnieuw gekocht. Dit is de oude Tornado. Een nieuwe kleur, een nieuwe soundtrack, van alles is er nieuw. Nieuw thema, nieuwe decoratie, zoals deze draak hier voorop, bovenop de stenen, die ook twee handen heeft. Twee klauwen. Daar een klauw. En hier steekt een klauw uit. Nieuw vlag is op de liftdeel en alles. We gaan gewoon eens even instappen in deze nieuwe attractie. Van Hellendoorn. Buiten de kleur en de naam heeft hij ook een compleet nieuwe trein gekregen van Sunkit. Die je vaker ziet bijvoorbeeld op de Boomerang in Wiener Prater. In Fort Fun heeft zo'n treintje rijden op de achtbaan. Soortgelijke baan als deze, alleen twee keer Corkscrew. En natuurlijk Walibi Roans. Daar heb ik al zo'n soort achtbaantreintje gedaan. Dit is een upgrade. Er zijn tegenwoordig ook een vangnet eronder. De andere trein die sloot mooi aan de rand en deze trein is weer open. Dus je kan er natuurlijk tussendoor vallen, vandaar dat vangnet ertussen gemaakt is. Er zitten dus heupbeugels in plaats van schouderbeugels. Dus dat moet de rit veel comfortabeler maken. Ik ben benieuwd. Ik denk wel dat het gaat gebeuren. De trein ziet er verder mooi gedecoreerd uit. En bijzonder aan deze trein is dat je een stekker eraan moet zetten voor de elektronica. Een nieuwe trein erop zetten, dat is één, maar er moet natuurlijk ook nieuwe elektronica bij. Kijk, dit is allemaal nog van de oude Tornado. Maar dit hoort bij de nieuwe trein. Kijk, Sunkit, dan kun je precies zien welke beugels open en dicht zijn. Daar zijn ze nu mee bezig, dus hij is helemaal weer in. De laatste beugel gaat hij ook sluiten. En als alles groen is, dan kan hij pas gaan rijden en niet eerder. Ik zit er niet alleen in, want Patty durft er niet, dus ik heb even Demi meegenomen. Ja, lekker!
baby is helemaal gek van de Efteling. Nou, eigenlijk is het gewoon de Python, maar dan is hij kleiner. Jou prima. Ja, het is zo gemakkelijk in mij. Nou, daar gaan we jongens. Hoppa, gas geven. En wat zeggen we dan? Lekker hoor! Gewoon minder schok omdat die schouderbeugel hier helemaal zit, dan schok je meer. Ja, en nu kun je gewoon veel meer vrij bewegen, dus hij lijkt soepeler, maar het is gewoon natuurlijk gewoon dezelfde baan als vroeger. Nee. Hebben we er zin in? Nee. Maar ze gaat toch. Kapot zenuwachtig. Ja, maar ja, ik kan doen. Zeg, ben je eigenlijk ooit wel eens een keer over de kop heen geweest? Nee, eerste keer. Zin in. Top. Eerste keer. Kurkentrekker. Eerste keer. Looping. Zou ik wel vertellen. Ja. Dit was ook mijn allereerste over de kop achtbaan. Echt waar? Ja, deze was allereerste over de kop een koetje. Daar was ik ook zo bang. Daarna deed ik hem 22 keer. 22? Ja, toen was het rustig. Vandaag niet. Toen had ik tegen corona. Maar vandaag wel. Eén keer. Ah, ik ben benieuwd naar dit. Ik ga ze nog stop. Dat is kop. Hou eens op. Hand door blijven haaien. Kan dit doen? Ja. Hoe zit je? Lekker! Ja? Heb je er nog een beetje zin in? Nee. Ja, het is een gloednieuwe trein. Kwaliteit dit, hè? Ja. Leuk, hè? Leuk, hè? Mensen over grenzen heen pushen. We zijn aan het hoogtepuntje aangekomen. Dat betekent dat we weer naar beneden gaan. En dan gaan we. Vond je het leuk? Hij ging! Echt, zei dat ging? Ah, ik wilde helemaal. Hij viel mee. Oké, volgende week de Python. Oh, ja, oké. Okay. Ja, dat is een mini Python. Is het een mini? Ja, één keer looping, één keer kurkentrekken. Python is dubbel looping. Hij viel mee. Ik had hem erger verwacht. Ja, zie je. ik verleg je grens wel, maar. Ze heeft er weer zin in, hoor. Ze wil weer een keertje nat worden. Nee, ik verwacht het niet. Bij deze? Nee. Nee, verwacht je dat bij deze niet? Voor een bak aan je hemel, om uit een bak in een bootje. Wat een leuk idee, dames. Ja, dat is Patty haar ding, hè? Ja. Ik word echt serieus natter van boven, want die baan zelf. Maar Patty vindt het fantastisch. Je bent echt glimlach, zit ze erin. Ze lag meer dan net in die. Ja, net meer in die achtbaan. Ja, ze terugpakken is dit, hè. Hou je nou maar vast. Ja, nou we zeggen, ze liggen er dadelijk in, jongen. Dan kan ik je er weer uit gaan vissen. Zometeen komen we bij het leukste golfje van de baan. En ik hoop dat hij aan jullie kant binnenkomt. Even draaien. Oh. Daar dus. Nee! Yeah. Ah. Precies aan mijn kant dus. Oh. Een lekker band. Nou. Dat was zwemmen. Ja, dat was zwemmen. Hij is lek hier aan deze kant. Nee, ben je wel? Ja, kijk maar, hier is hij lek. Zien jullie dat ook? Hij is hartstikke lek. Nee. Ja. Dat doen we nog een klein stukje. Ik hoop dat hij het redt. Nou, hoor. Ik wil er even uitspringen.
Oh, maar kijk wat mooi sfeervol. Oh. Net de disco, dames. Jungle Park is wel gewoon open, dames en heren. Ondanks het laatste stukje dark ride is. Het is waarschijnlijk zo'n ja, net niet attractie. Het is net geen dark ride, net wel een dark ride. Dus hij staat gewoon open. Aan het heel hard regent, zijn we toch nog een klein beetje droog vandaag. Dat hele bootje ligt schuin in het water, dan komt de demo met een dikke kont onder. Ja, dat zal wel. Ja, dat zal wel zeggen. Jeetje! Dit is toch wel wat ook hoor! Zelfs met mijn kinderen die schrikken er niet van. Ja, ik schrok voor jou, Petty. Ik heb helemaal niks meer. Leuk hè, zo'n slangetje. Nee. Oh, hij gaat wel uit. Die wist ik. Ja, die gaat ook uit. Oh nee, hij ging toch niet uit deze. Nee. Het kan natuurlijk makkelijk. Het e-gezelschap gewoon in een bootje. Dus ja, je hebt zoveel afstand van een gewone bootje. Kan natuurlijk makkelijk veilig overgesteld worden deze attractie. Oh, oh. Zelfs Carnaval Festival kan naar mijn zin gewoon open. Als je gewoon zoveel vragen vrijlaat tussen de mensen. Net als hier, moet het prima kunnen. Leuk! Ja? Ja! Die meiden hebben erg slecht geweten, die schrikken overal van. De Rio Rad is wel gesloten vanwege de corona. En aan de andere kant, de Discovery Club is ook gesloten. Tussen deze twee attracties aan deze kant van het park is het hier een beetje dood. Want ook het slijpark hierachter is ook gesloten. Dus is hier wel hondlopen, want je eigenlijk langs allerlei gesloten attracties lopen. Dat is wel een beetje jammer. Maar er is hier gelukkig wel wat open, dames en heren. Dat is ook binnen, maar ik moet heel nodig. Pissen als een paard. Oh, zo zit dat bij jou, Patty. 3, 2, 1, go! Ja, en terug, hè? Oh, stop. Ja, Sky Pedalo zit er natuurlijk ook nog tussen, de monorail stationnetje daarvan. Maar hier is het eigenlijk gewoon helemaal leeg op dit moment. Enerzijds natuurlijk door corona. Anderzijds dat het slijpark niet open is. Het is een beetje een dood stukje nu. Een beetje jammer. Weer zit natuurlijk ook niet mee. Heel slecht weer, dus het is een beetje een druilige dag. Maar zoals net gezegd, de Enterprise, die draait wel. En dan dit treurige nieuws, dames en heren. Het zat er al een tijdje aan te komen. Hier stond vroeger de Topspin. En deze attractie stond al een tijdje te koop. Maar helaas is er geen koper voor gevonden. Wel een oud ijzerboer. Die heeft hem helemaal in stukken gesneden. En de attractie bestaat dus gewoon helemaal niet meer. Hij is naar het oud ijzer toe. Er waren in het verleden veel mankementen met deze attractie. Veel technische storingen. Andere soortgelijke molens hebben daar ook last van. Duinrel, Waterspin. Walibi, nieuwe naam gegeven als de Blast. Daarvoor natuurlijk Excalibur. Heeft af en toe nog wat problemen. Allemaal technische storingen. Ja, die machines worden ook allemaal ouder. Die zijn allemaal 20 jaar oud. Ja, en dan op een gegeven moment, ja, hoe lang kan zo'n machine meedraaien? Aan de andere kant, de Enterprise. Ook een huis die er staat. Die draait nog steeds. Maar die is natuurlijk technisch een stuk simpeler in elkaar gezet dan zo'n Topspin. Want ja, dat is één motor in de midden en je hebt verder helemaal geen beveiliging erop. Topspin kunnen jullie trouwens zien van Straub op mijn kanaal, hoe het ziet met de veiligheid qua beugels en zo. Dat is veel technischer dan ja, de Enterprise. Dus ik denk dat dat de reden is waarom de Enterprise er nog wel staat. En de Topspin helaas hier afscheid heeft genomen van het park. Maar van onze Patty nemen we natuurlijk nog steeds geen afscheid. Die zit er helemaal op te verheugen om in die Enterprise te stappen. Ontzettend. Die dacht, praat nog maar even door, koetje. Ja, want ik vind het wel prima. Ik ga even tijd rekken, jongens. Ja. Maar ik zou zeggen, sluit u aan, stapt u in. Treedt u binnen. En er is geen weg meer terug. Het is maar ook een risico, dames en heren, dat ze gaat spugen. Ja. Die kant op spugen, AHUB. Davy vliegt achter ons. En dan gaan we. Als we sneller, sneller en sneller. Maximaal. Are you ready for the take-off? Let's get on!
Hij blijft er recht lopen. Ja, u leest het goed, dames en heren. Wanneer? Is ze blij weer? Is ze weer? Ze hebben weer omgepraat. Maar goed, eerlijk is eerlijk, ik heb haar meegekregen in Enterprise. Ja. Dus ja. Ga ik wel in de regen mee in de boomstammetjes. Ja, daar ben ik heel uit ben gekomen. Dat is ongelooflijk. Ik had het zelf niet eerlijk gezegd. Ja, je loopt nog steeds recht. Demi gaat ook mee, uit fatsoen. Het is gelukkig maar één val. Je hebt wel twee takels, zeg maar de eerste alleen om hoogte te winnen. En dat is de echte val hier achter je. Ja. Waar ik hier wat erg. Yay! Wat leuk! Ja, het is zo leuk! Weer in het water, maar fantastisch dit hoor, Patty. Echt. Nick, jullie helpen een keer mee! Jullie willen nat worden! Ja. Nou, dan gaan we de eerste keer naar boven! We zitten niet zo handig daar, want we zitten met z'n drieën voor in die boot. Dus die boot is een beetje naar voren dadelijk. En dan scheppen we vol water. Nee. En daardoor wordt het zeiken, zeiken. Nou, deze wordt in de nacht. Koffie. Lekker. Oh, dat komt nog een lekker golfje. Hey. Die is voor jou. Ja, die is voor mij. Mondje open en dan komt ie. Hopsa. Hey. Ik ga me vast klaarmaken voor de grote val. Ja, wat zeggen we dan, baby? Lekker hoor! Oh my gosh! Kijk dan! Hoe zeiknat! Jullie die zeiknat! Ja, ik ga altijd achterin zitten voortaan. Altijd als ik naar huis ga, gaat de zon schijnen. Maar goed, achtbaan was in ieder geval leuk. Mooie toevoeging die trein erop. Je zit er veel losser en fijner zit je erin. Oldtimerbaan vond ik ook leuk opgeknapt. Jammer dat de topspin natuurlijk weg is. Hopelijk komt er iets nieuws voor terug. Ik heb vernomen dat er wel iets nieuws voor terugkomt. Maar wanneer? Ja, dat is even de vraag. Ik wil natuurlijk ook even de dames bedanken. Dank jullie wel voor de gezelligheid. We hebben genoten van je Patty, van al je angsten. Goed over mijn grens heen gegaan. Ja. Kon hem hebben. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken van de video. We zien elkaar de volgende keer. Het zijn in pretpark, kermis, rodebaan en weet ik van waar. Tot dan weer. Doei! En de groetjes aan Miss X, zeg.